De jungle, die wildernis waagt u zich, elke dag weer. Maar niemand weet of hij terug zal komen. Of hij zijn vrouw en kinderen nog terug zal zien. Dat is de jungle van het verkeer. En in die jungle leven wij. Maar overleven wij die wildernis ook. Neem nou die heer die daar gaat stoppen. Hem kan niets gebeuren, want hij is de voorzichtigheid in persoon. Laat even met hem meegaan, het chauffeurscafé in. U kent ze wel, die verzamelpunten van mannen die te maken hebben met de weg. Een nieuwe democratie met een eigen taal. De vrachtrijder Dijkstra kan er een boodschap achterlaten voor zijn vrouw. En als u opbelt, zeg dan even dat ik doorga naar Deventer en dat vanavond tot 10 uur kan worden. Ik zal het doen, voor vandaag. Dank hoor. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed zo, meneer. Ik zeg maar zo, bij snel verkeer, geen alcohol. Mijn idee, meneer. Is het gepennet? Ja, geen idee. Nee hoor. Ik doe Amsterdam-Arnhem altijd in 55 minuten. Weer of geen weer. Ik hou van doorzetten. Nee, ik mag dat gezaan ook op de weg niet. Wat mag het zijn? Een kopje koffie. Jongens, dat is bijna raaks, hè? Oh, ja. Ja, nou, ja, kom mee, jongen. Ja, nou, een beetje ruzie maken. Ja, daar heb je het nu weer. Kijk, ik zeg altijd maar zo, als je niet te hard rijdt, gebeuren je zulke dingen niet. Dan kun je het zien aankomen, dan overzie je de weg. Dan kun je nog remmen. Waar is al dat gejakken goed voor? Ik rijd ook op de grote weg, niet meer dan 65, hooguit 70. Nou meneer, dat is veel te langzaam. Hoor ik ze achter met de kier gaan als gekken, dan denk ik, het is goed hoor, toeteren jullie maar. Ik voel er niets voor mijn rit in het ziekenhuis te eindigen. Ik haast me niet, ik laat me niet opjagen. Wilt u nu eens zien hoe meneer Langlever hierheen is gekomen? Gaat u dan even met ons mee, terug naar zijn huis. Zo, even naar de banden kijken. Hij doet het portier pas open als die fiets er al voorbij is. Keurig hoor, keurig, een voorbeeldig rijder. Zo, hij zit. Nou nog even de controle op zijn stoplichten. Hè? Dat is een goede gewoonte. Zo. En vast niet starten als er nog wat aankomt, hè. Nu rijdt hij weer een rempel ook al. Ziet u hoe hij vaart mindert nu hij dat kruispunt nadert? Heel goed, meneer Langlever. Ja, komt van rechts wel iets aan, maar het is nog zo ver weg. Maar wat gaat u nu doen? Wie een kruising passeert, moet dat kwieke beslist doen. Daar heb je het al. Dan moet die man toch nog afremmen, omdat Langlever zo overvoorzichtig rijdt. Daar is weer een kruispunt. Daar staat een bord stop en meneer Langlever stopt. Maar dat verkeer van links is nog zo ver weg. Waarom wacht u nu, meneer Langlever? Wat? Gaat u daar ook al op staan wachten? Ja, op die manier kun je wachten tot je naar ons weegt. Nou, die dokter heeft er genoeg van. Die moet misschien nog naar een ernstig patiënt. Ai, dokter! Schuld van de dokter? Tja, maar toch ook van mijn Langlever. En nu is meneer Langlever dan in de stad. Hij kijkt wel uit hoor, kijk u maar. Niet harder dan 30 km per uur. Het is een mooie, brede straat. Voorrangsweg zelfs. Maar meneer Langlever neemt er de tijd voor. Ja, maar nu dwingt hij zijn achterliggers hem te passeren. Zo, nou even de weg vragen. Tja, dat moet wel eens, hè? En nu wil hij weer weg. Maar willen en doen. Die fietsers achter hem denken, zit hij nou door of gaat hij niet? Opeens gaat hij wel. Ja, waar wil u nou? Rijden of stilstaan? Nou, dat is ook mooi. Het is ook nooit goed. Laat ik u voorbij rijden, kan ik mijn domme krijgen ook. Oei, dat had hij niet mogen doen. Aanwijzen toch zeker uit. Nou dan, moet u maar even wachten tot hij die joten gehaast. Ja,
Had u maar meteen in uw spiegeltje gekeken of u het achteropkomend verkeer niet ging hinderen, meneer Langlever. Daar gaat hij dan, hè? Luid toeterend, ook al heeft zijn voorligger hem in zijn spiegeltje al lang zien aankomen. Oh, hij rijdt doodvoorzichtig, die meneer Langlever. Als hij maar niet op een keer voorzichtig doodrijdt. Maar nu gaan we terug naar het café. Eens kijken wat de anderen te zeggen hebben. Nou, meneer, ik geloof veel eerder dat het komt omdat de mensen niet tot goede weggebruikers worden opgevoed. Laat ik u er even bij zeggen, meneer, dat je ook te langzaam kunt rijden. Ik vind 70 op de grote weg bepaald te langzaam. En ik zeg u dat dan ook ronduit. Maar Amsterdam-Arnhem in 55 minuten is jakkeren. En daar ben ik ook tegen. Tja, dat is de mening van meneer lesgever. Zullen we eens even met hem meerijden? Dan komt hij aanrijden, bij een stoplicht. U moet u rechts opstellen. U houdt het verkeer op door voor een snel verkeer te gaan staan. Gaat u nu een beetje opzij? Dan moet ik soms een agent roepen. Ach, eigenlijk heeft hij gelijk. Maar die fietsers moeten toch ook ergens blijven? Goed verkeer is geen gelijkhebberij, maar een sportief samenspel. Maar dat geldt ook voor die fietsers. Jammer genoeg blijven ze haast de hele weg in beslag nemen. Wil u alsjeblieft een beetje meer rechts houden? Daar wordt er een ongeduldig. Die gaat de file langs. Altijd gevaarlijk als je een bocht nadert en je de weg niet ruimschoots kunt overzien. Onverwachts duikt er een tegenligger op. Nu moet hij die file in. Dat is hij, de schobbejak. Ik zal hem eens een lesje geven. Dat mag niet, meneer lesgever. U mag geen snelheid vermeerderen als u wordt ingehaald. Pas op, die tegenligger gaat meneer lesgever snijden. Die vent had ik niet gezien. Nog goed afgelopen. Maar welk idioot komt er ook met zo'n vaart uit het snetweggetje aanrijden? Dat zat je niet glad, hè? Dat denkt maar omdat hij zo'n pakbeest van een vrachtauto bestuurt dat hij zich alles kan veroorloven. Moet ik er soms eens even uitkomen om een hartig woordje met u te spreken? Hij had alweer gelijk. Maar voorrang moet je niet nemen, maar krijgen. Waarom rijdt die vent niet op? Heeft toch zeker voorrang? Wacht, ik zal hem eens even laten zien hoe dat moet. Meneer lesgever passeert. Altijd gevaarlijk, mensen, een stilstaande auto passeren als je niet weet waarom die stilstaat. Oh, meneer lesgever, met heel uw lesgeverij verliest u het grif van die vrachtwagenchauffeur. Oh, wat weet u er eigenlijk van hoe dat er buiten gekomen is? Het kan best zijn dat een van die twee zo'n zanik was, zo'n kruipdoos. Een vent die niet opschiet en die daarom iedere kerel op de weg, elke vent met pit in zijn lijf tot wanhoop brengt. Nou, meneer. Weet u wanneer dat ook zo vaak ziet? Op zondag. Als die zondagsrijders hun brikjes luchten. Afschuwelijk. Moet je haast hebben. Weet u wat het is? Als je goed kunt sturen, rijd je flink door. Maar dan kun je die verantwoordelijkheid ook op je nemen. Dat is toch zo merkwaardig van dat autorijden, hè? Massa's automobilisten geloven oprecht en van ganse harte dat ze het veel beter doen dan ieder ander. Maar is dat ook zo? Hoe is meneer Snoeier naar dat café gekomen? Oh, hij kan wel rijden, dat wel. Hij kan zelfs iets te goed rijden. En daardoor rijdt hij iets minder goed, als u begrijpt wat ik bedoel. Vanmorgen heeft hij zijn vrouw goede dag gezegd. Liefje, ik ga. Ik ben al 6 minuten later dan ik gedacht had. Maar dat haal ik onderweg wel in. Als je alsjeblieft maar voorzichtig bent, hoor. Ik? Kind dan toch. Mij kan niets gebeuren, hoor. Mijn remmen zijn zo en ik kan lezen en schrijven met die wagen. Nee, hoor. Over mij hoef je niet te pieken. Hans hoefde ook niet te piekeren. En toch heeft Bob zich doodgereden. Ja, Bob. Maar die reed niet zoals ik. Ja, hij reed wel goed hoor, daar niet van. Maar het ging niet helemaal van nature. Hij voelde het niet aan. En dan erbij. Hij is geslipt in een olieplas. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Nee hoor. Maak je over mij geen zorg. Mij gebeurt niets. Ik sta vanavond weer heel voor je neus.
Elleboog uit het raam, vingertop op het stuur. Twee fouten. Men moet zijn stuur altijd stevig vasthouden en nooit de elleboog buiten boord. Want die is bij een aanrijding zo versplinterd. En bovendien stelt u die arm buiten spel. Fout, ziet u? Dat hebben al die snoeiers. Ze rijden met te weinig marge. Ze laten in hun rijen onvoldoende ruimte voor anderen en voor fouten of onvoorzichtigheden van hun medeweggebruikers. Daar rijdt hij weer. Hij toetert. Waarom is dat? Oh, die wagen voor hem schiet niet genoeg op naar zijn zin. Hij giert er langs. En wat helpt het? Daar staat hij voor het stoplicht. En wie staat er pal achter hem? Die wagen die hij net gepasseerd is. Moet het nou zo? En nou weer veel te hard die straat met al die smalle Haagse zijstraten in. Zie je nou wel? Dat is toch geen rijden wat u doet, meneer? Dat is scheuren. Oh ja? Nou, als ik niet zo snel geremd had, waren er zeker dooien gevallen. Daar had u dan dik de schuld aan gehad. Ah, man, loop naar de pomp. Ik kan die smalle straatjes zeker het verkeer niet tijdig zien aankomen. In ieder geval had u wat rustiger kunnen rijden. Oh ja? Ja, ik kan ook gaan lopen als u dat soms bedoelt. Eerst denk je, hij stopt. En dan denk je, hij zet door. En boem, daar staat hij. Levensgevaarlijk. U had moeten wachten. U brengt het verkeer in gevaar. En meneer Snoeier rijdt weer. Het gaat regenen. Juist bij die eerste paar druppels is de weg slipperig. Maar daar staat hij niet bij stil. Dat kind, meneer Snoeier, dat kind met die autopet. Dat was op een haar na. Te weinig reserve, te weinig ruimte zit er in dat rijden. Waarom kijkt u nog steeds op uw horloge, meneer Snoeier? U rijdt toch geen tijdrace in een rally? Daar wordt u maar zenuwachtig van. En dan gaat u forceren. Hoe kunt u dat nou doen? Die vrachtwagen inhalen zonder dat u de weg kunt overzien. En zo'n haast hebt u toch niet? Er hangen toch geen mensenlevens vanaf? Pardon, meneer Snoeier, er hangen wel mensenlevens vanaf. En omdat u zo hard rijdt, hebt u die zijstraat gemist. Daar had u ingemoeten. Ach, meneer Snoeier, wie doet dat nou? Keren op zo'n drukke weg. Rij liever een blokje om. U houdt het hele verkeer op. Zeker, u kunt het. U doet het vlug en handig. Maar het is toch geen stijl? Als je dan zo graag knoerhard wil rijden, moet je eigenlijk liever niets doen dat je aandacht van de weg kan afleiden. Ook geen sigaret opsteken. Want dan kan je een lelijke pijp roken. Nu nadert hij een voorrangsweg. Hij houdt niet in. Het verkeer op de voorrangsweg krijgt er een doodschrik van. Zet die vent nou door of... Dat is een spelletje van meneer Snoeier. Op een voorrangsweg afjagen... En dan op het allerlaatste nippertje op zijn remmen vallen. Nou, ik durf niet verder met hem mee. U? Laten we hem dan maar alleen naar die chauffeurstent laten rijden. Daar vinden we hem aanstonds terug. Heren, daar gaat het niet om. Er is geen gezag meer. Dat begint al thuis. De kinderen doen me net waar ze zin in hebben. Er zit geen greintje plicht meer in. Dacht u dat ze nog respect hadden voor hun ouders? Ze jijen, ze jouwen, ze luieren. U moest eens zien hoe wij vroeger moesten aanpakken. Dat is er tegenwoordig niet meer bij. Pretje voor, pretje na. Vijfjes die tot 1, 2 uur in de nacht duren. Mijn vader had me zien aankomen. Dat wat voor een weggebruikers groeien zulke kinderen nog op. Kijk maar om u heen, dan kunt u het zelf zien. Dat gejakker van die brommers. Maar ach, wat geeft het allemaal. Het zal mijn tijd wel duren. Ja, het zal uw tijd wel duren, meneer Weenmaier. Maar hoe lang zal die tijd zijn? Als u zo doorgaat als u op weg hierheen hebt gedaan, niet zo erg lang, vrees ik.
Jan de Schoon? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Is dat zo natuurlijk? Of is hij soms niet de halve maand schoolziek geweest? Nee, niet schoolziek. De dokter zei zelf dat hij best pijn kon hebben van zijn gal. Ach, kom, mijn jongen van 16. Laat je dan niet langer voor de gek houden. Die jongen die simuleert. Er op hand voor op het blok te leggen. En nu weer die brief van de rector. Fraai is het. 4 weken huisarrest moest hij hebben. 4 weken niet hockeyen. En niet naar die verdraaide feestjes waar ze niets goeds leren. Smiddags en s'avonds naar zijn kamer. En werken, werken, werken. Op zo'n manier breng je hem alleen maar in verzet tegen alles en iedereen. En dan komt er van werken helemaal niets meer. Als die jongen straks mislukt, als hij van school moet en naar een stom kantoorbaantje, dan heb jij het op je geweten. Jij met je zachte hand en je begrip. Je keert je tegen mij naar de politie. En zo gaat meneer Been maar weg. Boordevol onafgereageerde agressie. Boos op zijn vrouw, boos op zijn zoon. Hij dat dan aan de knappen waarmee hij zijn portier dicht smijt. Hij kijkt ook niet of zijn vrouw hem nablijft. Hij scheurt weg, net als meneer Snoeier, maar anders, kwaader, niet uit bravoer. En dan keert hij in zijn geest de correcte volzinnen uit de brief van de rector om en om. Moet u mij sturen dat uw zoon misschien ten tweede malen niet zal kunnen worden bevorderd van de derde naar de vierde klasse? In welk geval hij het voorbereidend hoger onderwijs op deze school niet langer zal kunnen volgen. Ik had hem niet gezien. Hoe kan dat nou? Ik had hem helemaal niet gezien. Hij rijdt als een automaat, alleen op zijn reflexen. En als hij in die schemerige piekerstemming is, wordt zijn woede gauw opgewekt. Kijk, op die brug gaat het verkeer van deze kant weliswaar voor, maar die vrachtwagen is al een eind op weg. Als Been maar nu verstandig is, stopt hij even. Maar hij is niet verstandig. Wat is het nou voor kinderachtig gedoe? Wil u wachten tot het karretje van uw wortel schiet? Weet u wat een rond bord met een rode pijl betekent? Nee, leg u me dat nou eens eventjes uit. Dat u moet wachten op tegenliggers. Ik heb voorrang, dat weet u heel goed. En zie hier het eind van de woordenwisseling. Meneer Weenmaar moet zijn nederlaag slikken. Hij rijdt achteruit en pas als die olifant voorbij is, kan hij zijn weg vervolgen. Maar met het neerdrukkende gevoel van alweer een vernedering. En nu herinnert hij zich plotseling dat telefoongesprek van gisteravond met zijn baas. Wat is de markt gunstig, meneer Weenmaar. Daarom begrijpen we niet dat uw resultaat over de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 11% onder die van de eerste 6 maanden van verleden jaar blijft. Ruim 11% liefst. Uw rayon is het enige met zo'n mager resultaat. Kan ik voorstellen van u verwachten hoe u die denkt te veranderen? Ik maak ongelukken op die manier. Ik zal vanavond proberen mijn vrouw eens rustig in een gesprek te overtuigen. Peter is toch geen kwaad jongen. Toen hij nog zo klein was. Pas op, ik rijd weer veel te hard. Ik moet nu uitkijken. Laten we hopen dat meneer Weenmaar zich dat goede voornemen nog lang zal herinneren. Zowel voor zichzelf als voor anderen. Kan je allemaal gebeuren, als je dat maar weet. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die 100.000 kilometer heeft gereden zonder ooit maar 1 spatbordje te kneuzen. Dat is toch zeker logisch? Bent u er altijd met uw hoofd bij? Tja, in laatste instantie kun je ook alleen maar op de weg voor jezelf instaan. Maar neemt u mij maar eens. Ik laat me per se niet afleiden door niets. Dit is dan meneer Vlinder. Die meneer Vlinder die zich niets en niemand laat afleiden als hij achter het stuur zit. Hij rijdt goed, dat moet gezegd worden. Daarna dat hij een verkeerslicht. Hij gaat niet jakkeren om er nog net doorheen te kunnen glippen. Altijd even een blik in de spiegel en dan soepel afremmen. Hij rijdt pittig, maar scheurt niet. Dat spaart banden, benzine en de overbrengersorganen van een auto. Hij passeert niet op dat moeilijke kruispunt. Ziet u wel? Hij kruipt getroost weer achter die wagen. Nu gaat hij rechtsaf. Kijk, hij remt voor die overstekende voetgangers. Goed zo, meneer Vlinder. Dat wordt veel te weinig gedaan.
Daar ziet hij een bus stilstaan. Dus neemt hij even gas weg. Want vaak steken onvoorzichtige uitstappers vlak voor zo'n bus over. Hij heeft ook aandacht voor die spelende kinderen. De ervaring heeft hem geleerd dat die in het vuur van hun spel wel eens de weg oprollen. Hier heeft hij afgesproken met zijn vrouw. En, beslaagd? Nee, niet helemaal. Ze hadden niet wat ik me had voorgesteld. Wacht, ik zal ze even laten zien. Nou, netjes vind ik. Wat ga je dan? Ik zou zo zeggen, handschoenen zijn handschoenen en wit is toch wit? Je redeneert nu weer echt als een man. Kijk uit! Zag je die vrachtauto niet? Jazeker, maar ik dacht, hij laat mij wel voorgaan. Nou zo, hij komt toch van rechts? Ze meent het ongetwijfeld goed. Maar nu is het toch wel een beetje onrechtvaardig. Want als zij de aandacht van meneer Vlinder niet zou hebben afgeleid, zou dit niet zijn gebeurd. En nu krijgt hij nog op zijn brood ook. Maar denkt u erom, als u praat met iemand die in uw wagen zit en u stuurt, kijk dan niet naar de ander. Dat is gevaarlijk. Nu kijkt hij weer zo verrukt naar die prachtige tegenligger. Tjonge, tjonge, wat een slee. Zo verrukt dat hij te laat ziet dat het verkeerslicht rood is. Hij slaat aan op een file. Nog net. Maar hij heeft niet gezien dat hij nu die zijweg afgrendelt. Daar staat hij op weg naar ons café. En dan kan geen hond meer door, laat staan een auto. En met een beetje heen en weer schuiven kan hij het ook niet meer redden. Zeg, Klaas, hoeveel is de schade? Eén koffie en hoeveel gebulde koeken? Nee, natuurlijk. Wat dacht je dat ik mijn maagkwaal wou eten? Wel verstandig, meneer. Als iedereen maas had eten, zoals ik. Nou, dat zou een dode boel worden hier. Klaas, wat voor mij? 21. Eén koffie en één reep, Klaas. Ik ben weer veel te lang blijven plakken hier. Of ik alles nog klaar moet krijgen, ik weet het niet. Niet zo zonde, man. Ik heb 14 adressen in mijn boekje staan, maar ik draai het om te scheuren. Ik heb thuis 2 kinderen. Je kan niet beter doen dan uitkijken en opletten. En voorzichtig rijden. Gelijk heb je, meneer. Daar gaan ze weer. 5 mannen. 5 mannen zoals u en ik. Meneer Snoeier vliegt de weg al op. Al voor dat kleine wagentje. Meneer Lesgever begint alweer lesjes uit te delen. Ziet u wel? Meneer Langlever wacht nog een poosje op de parkeerstrook. Die zal pas gaan rijden als er tot aan de horizon niets meer te zien is. Nou, laat hem dan maar rustig staan. En meneer Vlinder neemt dat aardige liefstertje mee. Jammer alleen dat hij daartoe abrupt op zijn rem ging. En zo gaan ze de jungle weer in. De wildernis van het verkeer. In die wildernis bewegen zich uw vrouw, uw man, uw kind, uw vader, uw moeder. Misschien bent u wel die dokter die zijn wagen hier naar de kant van de straat stuurt. Misschien bent u die handelsreiziger die s'avonds laat de stad weer opzoekt. Misschien zit u achter het stuur van deze autobus. Met 40 mensen achter u, die hun levens afhangen van uw bekwaamheid. Van uw zelfbeheersing. En misschien bent u deze jonge man die met zijn kwieke wagentje de hele rij voorbij stuift. Misschien brengt u een dierbare naar Schiphol. Of naar nog veel verder weg, van waar niemand ooit terugkomt. Want dagelijks sterven er mensen op de weg. Kinderen, grijsaards, jonge moeders, vaders in de kracht van hun leven. Ze zijn uit de bocht gevlogen. Ze hebben bij het inhalen te veel gewaagd. Ze hebben gesneden. Ze zijn geslipt of ze hebben geen voorrang gegeven. Vaak valt een kind als slachtoffer van de grote mensen achter het stuur. Maar wie u ook bent, ook u hebt ergens diep binnen in u iets van die 5 mannen die fouten bij u hebben getoond. Misschien hebt u zelfs wel veel met hen gemeen. Spoor dat in uzelf op. Hou er rekening mee. Want tenslotte bent u het zelf, u en niemand anders, die deze vlag in top moet houden.